Blondie, nee, met Bella. Een lekker lesje gehad. Tessa gaat meenemen, gaan lekker buiten om stappen uurtje. Maar wacht op, Tessa. Ze is er. Duurde even, maar daar is ze dan. Het ziet er niet druk uit qua weg. Dus we dachten, nou, dan gaan we maar een keertje linksaf. Dan kunnen we even kijken waar we terechtkomen. Ik weet wel dat in het Uithofbos een stukje verderop ook een pad naar links is. Dus dat zouden we ook een keer gaan proberen. Maar vandaag proberen we even dit. Kijken waar we terechtkomen. We hebben al een zendmast hier. Dus dan zou je denken dat hier je 4G heel goed moet zijn. Dus ga checken of de 4G goed is. Ja! Hallo paard! Dat is dan wel weer leuk. Hallo paard! Ik ben een Shetlander, test de werelddroom, paard met Shetlander. En een piepklein bakje. Ja, oké. Okay. Nou, op. Nou, hij staat in ieder geval niet alleen, dus dat is fijn. Goed zo paard, hallo Shetje. Wat? Oh, trailer is eng. Trailer is eng. Brave trailer. Staat hier onder de bomen. En wel een mesthoop daar. Het is geen bak, het is water. Op een of andere tussendoorpaardje terecht gekomen dat Tessa heel spannend vindt. Een Gappiewijk noemt ze het. Straat. Ja, ik weet ook niet precies waar we in terecht komen. Ja, Veron, het is een beetje gek hier, hè? Als we hier naar links gaan, dan komen we vanzelf bij zee. Maar dat is best nog wel een heel eind. En ik ga het even omdraaien. Het punt is dat je dan de hele weg naar zee en langs een autobaan rijdt. En dan dus op de stoep en het fietspad rond. Dus dat vind ik een minder goed idee. Dus wij gaan gewoon hier het Uithofbos maar weer in. Het was leuk dat we dit konden zien. Even het rare pad afgewandeld. Maar we zijn hier wel vaker. Hier is het paardenstoplicht. Het scheurpad heet dit, omdat je langer doorgaat. Ja, dit Daan en Steven hebben het scheurpad. Oh, Daan en Steven hebben het scheurpad. Je kan je snel en hard, dus dat zou willen. We hebben een andere weg genomen. En ik zie overal zie bordjes ruitenpad. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waar we gaan belanden nu. Een soort kattenspoor. Misschien kunnen we naar Scar lopen, zo kost lekker. Oké, we zijn net langs het doolhof gegaan. Zijn we, ja, we zijn wel vaker geweest, maar pas één keer denk ik of zo. Jij was net wel heel erg onder de indruk, want je wist helemaal niet waar je was. Nee. Ze vroeg, ik wil je naar links of zullen we naar de kantoor of zullen we naar het? Toen zei ze, ja nou, ik weet niet. En toen op een gegeven moment zag ze het pad en toen dacht ze, we zijn wel hier. Ja, dat is het pad naar huis. Dat is het laatste stukje vanuit de Uithofbos naar de brug. Maar ik herkende het dus niet. En dat was nog maar 5 minuten of zo. Ja. Dus we zijn nu langs het doolhof nog even verder aan het stappen. We komen langs een soort fruitbomen en er zitten deze vruchten in. Zo zien de bomen eruit. We dachten eerst dat het een appelboom was, maar ik denk, nou, dat ziet er toch niet uit als een appel. Zo ziet het eruit. Het ruikt... lekker? Het ruikt lekker, maar ik weet nou niet waar het naar ruikt. Een beetje naar munt. Ik weet het niet. Dus als iemand weet wat dit is, laat het hieronder in de comments achter, dan weten wij het ook. Tess wil een TikTok maken met zo'n riet ding met zo'n pluim erop. Daar is ze al naastig naar op zoek. Nu ziet ze hem, niet achter een hek. Ze denkt dat ze erbij kan, dus van de pony af. Ja, je maakt dat mee voor TikTok, jongens. En dan gaat ze zo'n pluim pakken. Denk ik. Wij staan hier goed te veroon. Ja, wij wachten gewoon even. Tess probeert dat ding te vermoorden. Nou, ze heeft hem hoor. En nu? Er zijn hier allemaal beesten, daar hebben ze last van. Ja, maar het is eten. Oh, dat mag ze niet. Oh, er wordt niet getiktokt. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Oh, Veron denkt, ik ga zelf lopen. Knappe pony hoor. Ja, zo uit de beestjes. Ik heb namelijk een paard dat niet van buiten houdt. Het vindt niks eng, behalve buiten. En volgens mij gaat het nu ook regenen. Zometeen zijn we zijknat. Niet doen, Veron. Misschien kan je op gaan schieten. Met weet ik veel wat, is omdat Tessa besloten heeft dat ze op haar paard ineens een TikTok gaan maken. Veron die vindt dat maar gek. Die krijgt al die dingen in de snuffert. Arm paard. Sorry hoor paard.
krijg je als je een TikToker voor je hebt. Mocht je ons TikTok-account nog niet kennen en wil je toch dit zien, dan moet je vooral eventjes op TikTok kijken. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat ze doet. Ze is wel gewoon echt helemaal onder nu. Paard ook. Is het echt minder. Inmiddels schiet het. Ik weet niet of je dat kan zien. Nou, het regent toch wel behoorlijk door, hoor. Het is niet dat je zegt van, goh, wat is het lekker weer. Nou, het is niet koud. Maar het is nu wel nat. Kan je het zien? Mijn cap. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou. Het is niet koud, dus het geeft ook niet. Maar we gaan wel naar stal. De iPhone. Die kan gewoon in de regen. Voor mij in ieder geval. Kijk jongens, het giet. Dat kun je nu zien daar in het water. En dan hebben we daar nog een zwaantje met een jonkies. Dat vindt Tessa dan weer heel schattig. Zo, hier woont de zwanenfamilie. Die hebben we volgens mij ook al 10 keer gefilmd. Maar goed, het blijft schattig. Hallo, mama zwaan. We komen hier niet storen hoor. We lopen alleen maar voorbij. Hallo. Ja, die jongen al groot. Gaat snel. Tessa heeft nu I'm singing in the rain opstaan. Oh, ze schaamt zich wel een beetje, maar ze zat net flink op dat pony te dansen. Dus zo erg zal het niet zijn. Maar het is best nat zo. Nou, dan regent niet alleen, het waait ook nog. Kijk. Voor mij loopt een wilgenbos en een wilgenpony. Gewoon onderweg even eten. We zijn alweer terug. We gaan morgen even een takje doen toekomen. En dan testen, slobber en de supplementen geven. En daarna gaan we lekker naar huis. En we hebben even afgezorgd met ze. Vooral gestapt en 2 paardjes gepalopeerd. Dus dat is wel heel weinig. Maar toch eventjes lekker op de beetje stukken. Hij is goed. En wij gaan dus afzorgen.